Een hele spannende film gezien. Soms was die film een beetje griezelig, weet je nog? Ja, waarom was het soms een beetje griezelig? Patricia? Omdat die vos mij dat raam keek. Ja. Die vos keek door dat raam, hè? Door welk raam? Van die kabouterschool. Van die kabouterschool. En al die kaboutertjes, die schrokken in één keer. Want Miep zat ook in dat kabouterschooltje. En die zag de vos voor dat raam. En Miep die zag de vos en ze riep in één keer: help, help, help! Een vos voor het raam. En alle kabouters schrokken. En wat deden ze? Wat deden al die kabouters toen? Maureen? Waar gingen ze zich verstoppen? Overal, waar ze maar konden komen. Ernst-Jan? De gordijn ging kapot, dat heeft Ernst-Jan goed onthouden. Want wie trok daaraan? Wie trok eraan dat gordijn? Hoe heet ze dat meisje ook alweer? Dat heeft Miep gedaan. Hè? Miep die liep gauw naar het raam toe. Kijk, daar heb ik een plaat van. Miep liep naar het raam. En voor dat raam zag ze die vos staan. En ze dacht, ik doe gauw de gordijnen dicht. Dan kan de vos ons niet zien. Maar ze trok veel te hard. De gordijnen rolden naar beneden. Hè? En meteen, toen dat gebeurde, wat gebeurde er toen met Miep? Heb je dat nog onthouden? Jean-Philippe? Toen trekte die aan de rechterkant aan. Toen, ja? En wat gebeurde er toen? Ineens, Frederik? Ze viel uit bed. Ze viel uit bed, ja. Nou, wie kan mij bij dit woord eens de voorste letter aanwijzen? Jeroen, kom jij dat eens doen? Goed zo, Jeroen weet goed wat vooraan is. En Marcel, kun jij de laatste letter aanwijzen? Raam hier op deze kaart staan. Nou gaan we ook leren om dat te schrijven. Ik heb het nog een keertje heel groot op het bord geschreven. Zie je dat? Potlood tussen je vingers houden, hè? Niet de duim er zo omheen slaan. Ja, dat is goed. Ja, doe maar. Nee, eerst het rondje. Kijk eens. Kijk eens zo. De bocht maken. Omhoog. En dan weer naar beneden. Ja? Die heb je al eerder gehad, hè? Die is niet zo moeilijk. Maar... ram. Bij welk woordje moest je tikken? Raam. En wat zei ik? Zei ik, weet je het nog? Ja. Ja, dat lijkt er een beetje... Nee, ik zei ram. Dat is bijna hetzelfde, hè? Laat je niet foppen. Daar gaat hij weer. Tikken als je raam hoort. Kraan. Raam. Ja, goed zo. Reep. Raan. Nee. Gerard, of Roger heeft goed opgelet. Ik ook. Want hij had direct in de gaten dat ze het niet goed deden. Wat zei ik? Raan. Raan. En je moest tikken bij... Raan.
Nee.